Welke nummer ga je ervan spelen? Recipe for Disaster. Weet je nog wanneer je dat nummer schreef? Ja, ik weet dat ik goed dat ik in het café Het Zeezicht zat in Antwerpen. En ik zag een, twee vrienden van mij, een meisje en een jongen. En ze waren alle twee een koppel. En ik wist van alle twee apart dat ze niet meer blij waren met de relatie. Maar het was zondag, dus ze stapten toch hand in hand. En toen dacht ik, ik zou eens een nummer moeten maken met een heel mooie, lieflijke melodie, maar waar ik wel zing dat het eigenlijk niet meer gaat tussen twee mensen. Weten die mensen dat, dat je het erover... Nee, absoluut niet. Ja, en kijk, je hebt het over iemand anders geschreven, maar herken je jezelf er bijvoorbeeld ook in? Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen het herkent, dat er momenten zijn dat je doet alsof je echt een goede koppel bent, maar je bent het eigenlijk niet. I ain't gonna make the same mistake twice. I'm gonna jump in to the ring and hit her between the eyes. And the first punch comes hard, the next one arrives a little faster. Baby, you sounds like a recipe for disaster. She talks about me, but not to me. If you got a question, girl, just shoot it. But overhearing the conversation, I am happy to be excluded. The only sound I wanna hear is the call of the station master. Said, baby, you and me just sounds like a recipe for disaster. Sounds like a recipe for disaster. So baby, how long? Self-destruction and disaster.